Als u de Haagse Markt zou moeten omschrijven in één woord, zou u daar één woord voor hebben? Haagse Markt. Paulien Krikke stapt per direct op als burgemeester van Den Haag. Dat maakte ze zondag bekend via een video op haar Instagram-pagina. Het valt mij zwaar, maar ik wilde jullie als eerste vertellen, inwoners van Den Haag. Ik heb zojuist de commissaris van de Koning verzocht mij per onmiddellijke ingang ontslag te verlenen. Ik ben met hart en ziel burgemeester van Den Haag geweest. Krikke zegt haar besluit te hebben genomen na de conclusies van het vernietigende rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de uit de hand gelopen vreugdevuren. De gemeente was op de hoogte van de overtredingen van de bouwers, waardoor het uiteindelijk misging. Eindverantwoordelijkheid voor de veiligheid in de stad Den Haag, dus ook in Scheveningen en ook in Duindorp, ligt natuurlijk bij de burgemeester. Donderdag zou in de gemeenteraad een debat worden gevoerd over de positie van de burgemeester, maar Krikke wacht daar niet op. Het maatschappelijk debat over de toekomst van Den Haag en zeker debatten van de gemeenteraad dienen altijd te gaan over de toekomst van mensen van vlees en bloed die in Den Haag wonen, werken en recreëren. Een dergelijk debat mag nooit vervuild worden door de positie van een handjevol poppetjes. Wethouder Boudewijn Revens neemt tijdelijk de taak als burgemeester waar. Den Haag heeft het heel zwaar. De afgelopen dagen zijn er heel veel dingen gebeurd die niet goed zijn voor onze stad. Waarbij wij het als college heel belangrijk vinden dat wij er nog steeds voor al die Hagenaars en Hagenezen 540.000 mensen zijn. Wij proberen dat zo goed mogelijk te doen. In de komende periode zal ik als lokale burgemeester de taken waarnemen. In de tussentijd zoekt commissaris van de Koning Jaap Smit naar een interim burgemeester. Daarvoor is overleg geweest met de Haagse fractievoorzitters. Nou, zo'n procedure duurt normaal zo'n 6-7 maanden. Je zult begrijpen dat we hier de zorgvuldigheid belangrijker zullen vinden dan de snelheid. En dat nodig is dat hier op heel korte termijn, en daar ben ik al mee bezig, een stevige waarnemer kan komen om hier de rust te brengen. De besluiten met het college te kunnen nemen die nodig zijn. En te zorgen dat Den Haag gewoon goed bestuurbaar blijft. Krikke was met 2,5 jaar een van de kortzittende burgemeesters van Den Haag. Ze wilde graag de burgemeester van alle Hagenaars zijn en de stad zelf leren kennen. Daarom was ze vaak in de stad te vinden. U heeft net de wijn geproefd, de Haagse wijn. Is die een beetje weg te krijgen? Oh, hij is ontzettend lekker. Wat je ziet in deze buurt is dat er ontzettend veel hele betrokken mensen wonen. Daarom is de term wij maar ook zo goed gekozen. Ik ben gelukkig in de gelegenheid om ook van dingen heel erg te kunnen genieten. Dus ik geniet er ook van. Het is wel zo dat ik wel alert blijf. Het betekent met name dat we trots zijn. Trots dat al die veteranen uit heel Nederland naar Den Haag komen voor de Veteranendag. Goedemorgen, het is een beetje de enige gezelligheid. Als u de Haagse Markt zou moeten omschrijven in één woord, zou u daar één woord voor hebben? Haagse Markt. Dank u wel.